Welkom, dames en heren. Speel 102. FC Emmen tegen PEC Zwolle. FC Emmen die dus wisten te winnen van Ajax gisteren. Hele mooie overwinning voor de club uit Emmen. De rood-witten. En gisteren wat teleurstellende dag voor de mannen uit Zwolle. Tony wist 2-0 te winnen, maar uiteindelijk kreeg Stefan Velikga toch wel een masterclass van Brent. Verloor dus 7-0 en uiteindelijk dus 7-2 verloren. Waardoor PEC Zwolle onderaan staat. Hier zit Levi Frederik. Die dus weer uitkomt voor Emmen dit seizoen. Ook onder contract bij Inter. Is dus een soort van uitgeleend, zo zou je het kunnen noemen. Hier is hij wel met R9 dansen met Ronaldo. Naar andere Ronaldo. Dansen. 1-0. Levi Frederik, dames en heren. Dansen. Dat is wat hij doet. Je ziet het ook in tot achtergrond. Bundled eSport die je dus opneemt tegen Zwolle. Samen met Olibolli. Vanuit Scandinavië. Maar nu is het eerst dus de taak voor Levi om te winnen van Stefan. En hij begint hier fantastisch. Dat is toch wel de kracht ook van Levi. Het spel in de 16 van de tegenstander. Doet hij goed, bleef rustig. En kijkt Stefan alweer tegen een voorsprong of een achterstand aan. Sorry. Met Maldini hier. Staat niet helemaal op zijn positie. Nu wel weer. En dat is misschien ook het gevaar. Jullie zien het, zagen het niet, maar meeste spelen met Vieira centraal achterin. Of de meeste, sommigen. Waardoor, kijk eens, een goede Britsie trouwens van Bruno Fernandes. Naar binnen. Ik zal zo even mijn verhaal afmaken. Hier nog een kans voor Stefan Velikga in de maak, maar verliest hij de bal. En veel dus die er met Vieira centraal spelen. Waardoor Pelé of Chemistry centraal achterin begint. Want je wil dus je centerbacks op full cam hebben. Waardoor Pelé dus moet switchen met Vieira vanaf de aftrap. En we weten allemaal dat die aftrap heel gevaarlijk kan zijn in FIFA. Dus misschien dat daar wat misverstanden ontstonden in het team van PEC. Dat zou kunnen. Maar ja, dat is altijd achteraf praten dan. Een voorzetje hier. Bal bij Gullit. Ronaldo met de bridge. Wordt verdedigd door Maldini. En zo kan Emmen weer de aanval zoeken. Vieira. Carlos Alberto. Ronaldo. Mbappé. Weer dansen met Levi. Dansen met Levi en dan 2-0. Ongelooflijk. Levi Frederik. Wat is die man ook goed. Zit er heel lekker in. Stefan schudt het hoofd. Ja, het is toch heel gevaarlijk als Levi daar aan de bal is. In de 16 van de tegenstander. Blijft hij ook nog rustig en speelt hij daar de bal breed op Ronaldo, Luis Nazario, Dalima. Moments. Ja, die gaat die bal niet naschieten, kan ik u mededelen. 2-0, dus al weer een vroege achterstand voor Stefan. Die dus niet zo goed begonnen is dit seizoen. Nu weer in de problemen. Ja, maakt het hiermee ook wel moeilijk voor Tony natuurlijk. Die mag het op gaan nemen tegen Olibolli. Nummer 3 van Europa momenteel. Dat is niet heel gemakkelijk. Als je dan met de achterstand ook nog begint. Hier is hij weer Levi Frederik. Cristiano Ronaldo. Dat korte dribbelen, jongen, dat is gevaarlijk. Vieira. Ronaldo. Verliest daar de bal. En dan kan Stefan weer de aanval gaan zoeken. Pelé. Elasticootje. Oh, dit is wel slordig, maar hij heeft daar alsnog de bal. Carlos Alberto. En dan kan Frederik de aanval weer gaan zoeken. Ronaldo. En Levi blijkt toch in bloedvorm te zijn. Wil de bal daar uittrappen. Er is iets aan de hand hier.
Dan zijn we weer. Leven weer in de aanval. Gaat hij dan de bal voorgeven? Nee, dat gaat hij niet doen. Gaat hij naar binnen spelen? Vieira, Gullit. Mbappé. Ja, Stefan moet er toch eigenlijk voor zorgen dat Levi daar niet aan de bal komt. Rondom en in de 16. Want dan gaat hij dansen. Vieira, Gullit. Bruno Fernandes die ertussen zat, maar alsnog de bal voor Emmen. Vieira, Gullit, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Nu wordt het gevaarlijk, nu wordt het gevaarlijk. Dan moet je oppassen, hij kan hem weer breed spelen. Oeh, beetje poep in de broek bij Ronaldo, maar daar is Stefan weer aan de bal. Stefan die komt er nog niet heel lekker uit. Hier de bal bij Mbappé. Gullit. Vieira. We naderen de rust. Gullit hier. Ronaldo. Ronaldo. Kan het dan gevaarlijk worden voor Stefan? Paas net iets te hard. En dan lijken we te rusten met een 2-0. Hier Van der Sar die erbij uittrapt. En dan gaan we rusten met 2-0. En dan gaan we kijken of Stefan het nog om kan draaien in de tweede helft. Daar zijn we weer, dames en heren. Stefan met de aftrap. Gaat Stefan nog de score recht kunnen trekken? Om het zoiets draaglijker te maken voor Tony. Dat gaan we zien. Zwolle dus tegen toch wel titelkandidaat, FC Emmen. Met Ronaldo, Mbappé. Gullit. Stefan weer. Mbappé loopt daar diep. Wordt ook weggestuurd. Pelé, Roulette, wordt daar verdedigd door Maldini. Carlos Alberto stuurt die Pelé weg voor FC Emmen. FC Emmen wat dus mede aan de finals afgelopen seizoen. En daar ongelukkig pijnlijk. Onderuit tegen PSV. Moest een derde wedstrijd komen. En, uiteindelijk wist de PSV dat dus te winnen. Hier dan Stefan. Zal toch even een keer moeten gaan gebeuren voor Stefan. Speelt de bal goed rond. Oeh, goede reverse Elastico naar binnen. Hutsie klutsie voorzet. En dan is het weer de bal bij FC Emmen. Toch een kleine dreiging vanuit de kant van Zwolle. En dan is het nu de beurt weer aan FC Emmen. Die kan Cristiano Ronaldo wegsturen. Dan hebben we natuurlijk al Vieira. Speelt de bal hier naar Gullit. Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Hier met de bal. Gullit, Gullit naar CR7. En dan is het de goal. 3-0. Hutsie klutsie enigszins wat gelukkig. Voor de voeten van Cristiano Ronaldo. Maar ja, we weten allemaal als team of die Cristiano Ronaldo gaat schieten. Dat je dan wel om mag passen. 3-0. En dan moet Stefan opgepassen dat het niet uit de hand gaat lopen. Zoals gisteren. Hier Carlos Alberto. Gaat Stefan nu vol voor de aanval. Of gaat hij de schade beperken? Dat is een tweestrijd waar je dan in terecht komt. In het koppie. Mbappé. Gullit. Daar hebben we de bal weer voor. FC Emmen.
wel sterk van Levi. Die eigenlijk de klus heel makkelijk maakt voor Oliboli. Via, ik weet niet via waar. Heeft het duidelijk naar zijn zin. Ronaldo. Bruno Fernandes. Pelé. Nog 20 minuten te gaan in game. Je hebt toch niet echt het idee dat dat Stefan nog een doelpunt kan maken. Maar ja, we weten allemaal, vanuit het niets kan hij zo scoren. Steven natuurlijk niet een enorm grote naam qua e-sports. Mensen kennen hem natuurlijk wel vanwege zijn voorkomen, zijn presence. Maar daardoor is hij dus ook speltechnisch soms moeilijk in te schatten. Doet soms dingen die e-sporters niet verwachten en weer daardoor soms te scoren. Dus al lijkt het er niet van te komen dat er nog een doelpunt valt voor Stefan, kan het zomaar gebeuren. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor Levi. Maar dan op een manier dat die jongen gewoon jarenlang al meegaat. Van aanvallend voetbal ook behoudt. En wat ik al eerder aangaf, als hij in de 16 is, dan moet je op gaan passen. Gullit. En het is wachten tot die vrije man komt in de as. Nou, dan kan je net zo lang draaien totdat het moment daar is. Stefan die met zijn CVM's een beetje die lijn probeert af te schermen. Ja, Gullit. 10 minuutjes in game. Ronaldo met de brits. Christian Ronaldo, wat een redding van Edwin van der Sar. Hele goede redding van Edwin van der Sar. Moments. En dan misschien hier Stefan nog die de aanval kan gaan zoeken. Maar wordt daar gestuit door Carlos Alberto. Buitenspel. Dan lijkt de laatste aanval de kant van Emma op te gaan. Met hier Vieira. Carlos Alberto. En Babu. Malam Babu. Davies. Ronaldo. Gaat er dan nog een doelpunt vallen voor Levi Frederik? Dat is de vraag. Veel mensen in de 16 nu. Hier Cristiano Ronaldo. Dat korte draaien is gevaarlijk. Maar dit keer goed verdedigd door Stefan. Nog één poging misschien. Met Ronaldo. Luis Nazario de Lima. 4-0. Ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe Tony deze wedstrijd ingaat. Tegen de nummer 3 van Europa. 11 goals tegen in 2 wedstrijden. En ja, nu ook ik gescoord. Dat is toch pittige start voor Stefan. Wint Emmen hier in de eerste wedstrijd 4-0. Levi wint 4 keer te scoren. En ja, dan ben ik heel benieuwd hoe Tony de Pot ingaat zo meteen tegen Oliboli. Dames en heren, welkom bij de tweede wedstrijd dus tussen Emmen en PEC Zwolle. Dit keer dus op de PlayStation. Oliboli tegen Tony Coggenel. Tony kijkt dus tegen een 4-0 achterstand op. Ja, dat is heel interessant voor hem tegen Oliboli. De nummer 3, zoals ik al aangaf, van Europa momenteel. Ja, daar mag je er even mooi voor gaan zitten. We gaan kijken of Tony iets uit de hoge hoed kan toveren. Hier is Oliboli weg, maar buitenspel. Dat zou helemaal wat zijn. Als hij meteen nog even de 1-0 hier maakt. Het zou voor de wedstrijd leuk zijn als Zwolle natuurlijk het doelpuntje snel weer te maken. We weten dat Tony gekke dingen in zijn mars heeft. Nou, het is hier Moment Zidane. Ik krijg de voorkeur bij Oliboli. Over. Ronaldo op Ronaldo. Schieten en 1-0. Ja, ongelooflijk.
1-0. Cristiano Ronaldo. Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is Oliboli met de 1-0. Met of zonder krent weten we nog niet. We zien hier wel Cruijff bij Tony. Cruijff moments. Oeh. Daar het balverlies. Ik ben even aan het kijken wie dan niet speelt bij Tony. Tony speelt zonder CR7. Als het goed is zie ik daar aan de rechterkant Pelé. Bij Zwolle. En in de spits staan Mbappé en Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Met Johan Cruijff. Tony die wel vaker bekend staat ook om zijn opmerkelijke keuzes. Zo skipte hij ook een keer Team of the Year Kanté omdat hij te agressief was volgens mij in zijn ogen. Het is wel leuk om te zien dat iemand gewoon zijn eigen spelopvatting heeft. Zijn eigen ideeën over FIFA. Hier Cruijff. Davies, Ronaldo. Even de bal in de ploeg nu bij Tony. Davies die vrij diep staat. Mbappé kan daar Cruijff in spelen. Mbappé. Dus wacht op die vrije man. Gullit. Ronaldo, langdurig balbezit. Nu mooie aanval. Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Ja, als je die laat schieten. Dan heb je een grote kans dat hij binnenvalt. Geweldige goal. Na een langdurige aanval. Toch een opsteken voor Tony. Heerlijke aanval. Balbezit gehouden en op het juiste moment geschoten. En dan is het 1-1. Zal toch ook willen laten zien wat hij in huis heeft tegen een speler als Oliver. Tony natuurlijk ook gewoon een grote naam in de scene. Zou individueel natuurlijk ook willen laten zien hoe of wat. Misschien benadert hij deze wedstrijd ook op deze manier. Dat weten we natuurlijk niet. Hier Oliboli met Carlos Alberto. Werd daar van de bal gezet door Johan Cruijff. Ronaldo. Veel over links bij Tony. Hier Zidane. Oeh, team hier, Cristiano Ronaldo. Ja, daarom hebben we zoveel mensen in het team. Snel, sterk, kan schieten. Komt heel misschien soms wat lomp over. Maar ja, het is wel een beest natuurlijk. Gullit. Toch die rechterkant die vaak wordt geskipt op een of andere manier. Met Tony weer alles over links. Mbappé. Hier dan, Pelé. Aan de rechterkant komt het door. Geeft er voor. En 9 moments. 2-1. Meneer Tuurlijk met de 2-1. Goeie goal. En dan gaat hij één keer erdoor via rechts. En dan is het meteen dodelijk. Pelé met de assist op Arnijn. Oei, oei, oei. 30 minuten. 1-2 op het scorebord. 5-2 dus in feite. Virtueel. Hoe belangrijk wordt dan nog die laatste goal van Levy? Dat is de vraag. Je ziet het. Tony slinkt die bal gewoon voor. Ja, waarom ook niet? Een harde voorzet en Arnijn die trapt hem binnen. Nu dan weer Oliver. Toch een, wat ik al zei, opsteken voor Tony. Maar ja, je bent er nog niet. Je zit nog maar in de eerste helft. Nog 3 goals achterstand nu voor Tony natuurlijk. Gullit. Mbappé. Geen overtreding van Gullit hier. Zou toch wat zijn als Tony voor rust ook nog een doelpunt weer te maken. Dan wordt het nog spannend.
Ja, het is dat deze wedstrijd natuurlijk niet helemaal te zien is in de live show. Omdat ik graag nog aan Tony willen vragen hoe dat nou hoe die nou deze wedstrijd in is gegaan. Hier Johan Cruijff weer. Vieira. Hier dus ook centraal achterin. R9. Gullit liep daar even mee, maar houdt er toch in. De bal is goed verdedigd. En dan gaan we rusten met een 2-1 voorsprong voor Tony. 5-2 over twee wedstrijden nu. Dus over drie helften eigenlijk van de vier. Tony schudt het hoofd. En dan gaan we kijken wat de tweede helft gebeurt. Zwolle in de avond, maar verdedigd door FCM'en. Kan Tony nog voor een wonder zorgen in dit duel? Hij heeft 3 goals nodig om de score gelijk te trekken. Moet hij ook nog geen doelpunt tegen krijgen. Hier is Zidane. Gullit. Oliboli die de bal even houdt. In balbezit blijft. Ah, doet hij toch wel slim. Laat de tijd gewoon doorlopen. Zidane, Fernandes. Ronaldo, Elastico. Speelt weer Bruno Fernandes. Kan schieten. Dat doet hij ook. Wow. Had hem daar ook terug kunnen leggen. Oh. Hele interessante bal. Dan weer FCM'en die de aanval zoekt. Met Ronaldo speelt hem op Zidane, maar geweldige tackle van Bruno Fernandes. Hele belangrijke tackle. Dan gaan we minuut 60 bijna in. Hier de steekbal op A9. Mooi diep gestoken. En dan is het de vrije trap voor Tony. Laat hij hem voorslingeren. Tony kennende wel. Kan gevaarlijk worden. Cruijff. En dan een ingooi. Ja, dat is toch wel een beetje kenmerkend aan Tony. Waar velen hem gewoon kort spelen. Tony denkt, weet je wat, we slingeren hem gewoon voor. Kan ook dreiging komen. Bal is goed, dan gaat hij hem mis. Dit is dan net een bal over de achterlijn. En dan kan Oliboli weer de aftrap, of de aftrap, de keeperstrap verzorgen. Speelt hem hier dus kort. De bal bij Bruno Fernandes, maar onderschept door Tony. Lijkt toch voor een doelpunt te gaan. Maar wederom onderschept. En dan kan Emmen de aanval weer zoeken. Het is een beetje een slordige fase. Veel kleine foutjes op en neer. En het is aan Oliboli natuurlijk om de wedstrijd gewoon dood te spelen. Zidane. De hiel. Nu dan Tony weer, ook niet. Nee, Maldini. Ja, het zijn ook allemaal wel beestenkaarten. Hier kan Anain weggestuurd worden, maar die paas is niet zuiver genoeg. Had daar wat ruimte, maar het is voor rechtspoot toch moeilijk om die bal daar goed af te leveren. Nog iets meer dan 20 minuten in game te gaan. Het lijkt er niet van te komen dat Tony nog om weet te draaien, maar hij zal deze wedstrijd gewoon als individueel beschouwen en willen winnen. Dat is wat ik denk tenminste. Natuurlijk niet in het hoofd van Tony kijken. Alisson. Balletje breed. Gullit.
Ronaldo. Wederom een hele gewaagde, maar wel goed uitgevoerde tackle. Ah, en even op start gedrukt. Je kan hier ook gaan wisselen. Daar zijn we weer de laatste 20 minuten dus ingegaan. Roberto Carlos komt in de ploeg bij FC Emmen. En ook Lothar Matthäus. Hier aan de bal. Mbappé. Goed verdedigd door Maldini. Kan er nog een doelpunt vallen in dit duel? Dat is de vraag. Alisson. Roberto Carlos, Zidane, de Galacticos, het geweldige team van Real Madrid. Hier, Lothar Matthäus, 2-2. Ja, vers in de ploeg. En dan maakt hij toch goed af. Toch scoren weer gelijk getrokken door Olibolli. Verse kracht, Lothar Matthäus. Kijk eens, wat een fantastische kaart is dat ook. Wat de statistieken insane. Die dus de score al 2-2 zet. Nog 10 minuten in dit duel. Toch een vrij interessant duel. Nog steeds opmerkelijk voor mij dat Tony zonder CR7 speelt. Maar ja, dat is een vrije keuze natuurlijk. Je hebt de keuze uit alle kaarten uit de game. Dus ja, dan kies je natuurlijk gewoon welke jij ja, het fijnst vindt. De ene is meer liefhebber van een Pelé, de andere van een Cruyff, de andere van een Eusebio, de andere van Mbappé. Ga ze maar door. Maar niet iets wat we heel vaak zien, laat ik het dan zo zeggen. Cruyff nu aan de rechterkant bij Tony. Wil de bal diep sturen op Ronaldo, maar daar zit Vieira tussen. Emme die dus weer gaat winnen. 6 punten uit 2 duels. En Peck wat dus weer gaat verliezen. Fuck man. Dit schot gaat er niet in. Wordt gestuit door de verdediging. Hier R9. Wijkt iets uit naar de zijkant nu. Dan wil je toch het liefst in de 16 van de tegenstander zien. Loopt ook weer die kant op nu. Tony wil voor dat doelpuntje gaan, dat merk je aan alles. Cruyff. Pelé. Reverse Elastico pakt niet goed uit. R9 ook weer gestuit. Dan gaan we hier misschien de laatste aanval zien. Van Olibolli in de counter. Maar ook die wordt onderschept. Dan misschien nog voor Tony een aanval. Kan hier Pelé wegsturen, maar ook weer Hutsi Klutsi. Hij moet nu naar voren. En dan is het over en uit. 2-2 tussen Tony en Olibolli. Oliver en de overwinning dus overal voor FC Emmen die 6 punten pakken uit 2 duels.